Hey Leeuw, leuk dat je kijkt naar een video van Passion Vertaald. Dit is de liefdesvideo voor de maand april. Op de Facebookpagina kun je ook de geschreven lezing vinden. En de geschreven lezing algemeen. Eerder op dit kanaal heb je ook al de algemene video kunnen vinden. Heb je die nog niet bekeken, zou ik het zeker even doen. Mocht het zo zijn dat deze lezing niet met jou resoneert, laat dat gaan wat niet voor jou is. Haal eruit wat je eruit kan halen. En laat de rest voor de rest. Voor de leeuw in de maand april en de liefde. Dus voor de leeuw, wat mag ik doorgeven? Aan de leeuw. Voor de leeuw in de liefde. Voor de maand april. Oké dan. Laat je ex los. De tijd is gekomen om je energie op te schonen. Dingen uit het verleden helpen niet meer. Mensen die jou niet meer dienen, laat het. Blijf niet plakken aan degene die jou niet wilt. Die misschien heel hard tegen jou roept, ja, ik wil wel hoor. Maar je zoveel andere dingen laat zien. Of die excuses verzint om maar in uit. Laat die persoon gaan. Want die persoon gaat je niks brengen. Relatie uit een vorig leven. Jullie hebben elkaar eerder gekend. Oftewel, op het moment dat jij jouw ex, jouw crush, jouw dat wat niet meer dient, kan er iemand nieuws binnenkomen. Deze kaart komt bij mij ook binnen als de persoon waar je nu mee dealt. Die heb je eerder gekend en het was niet meer als alleen maar het afronden van bepaalde zaken uit een vorig leven. Nu in dit leven heb je je lessen geleerd en het is tijd om verder te gaan. Deze kaart komt bij mij ook binnen als iemand nieuws. Op het moment dat iemand wegvalt en jij jezelf heelt, kun je ruimte maken voor een nieuw persoon. Passie. Laat je hart en ziel vrij en blij zingen. Nou ja, nieuw persoon. Nieuw persoon, doe de dingen die jou in vervoering brengen. Doe de dingen waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt. Ga, zoek de mensen om je heen waarvan je weet dat het vervulling brengt. Vrienden, familie, mensen die je laten lachen. Mensen die jouw energiefrequentie verhogen. Er moet iets uit. Dat innerlijke moet weer naar buiten komen. Beleven, het moet. Die frequentie moet omhoog. Goed. Voor de leeuw spirit uit dit deck. Voor de liefde in de maand april. Ik wil graag één kaart voor advies voor de huidige situatie. En één kaart advies voor de toekomst. Inzicht in de huidige situatie. Advies voor de toekomst. Inzicht in de toekomst. Eén kaart voor nu. Eén kaart voor de toekomst. Voor de leeuw. Eén kaart voor nu. Voor de huidige situatie. Ik krijg er twee. En voor de toekomst. Voor nu. Sluit je naaste in je armen. Nou, wat zei ik? Ga naar je vrienden en de mensen die je lief hebt. Dit is een periode van grote spirituele groei voor je. Daarom is het nog belangrijker je te omringen met de mensen van wie je houden, die van je houden en je opvattingen delen. Wees bereid van hulp van anderen te accepteren. Misschien vind je geborgenheid in traditionele oplossingen of misschien verlang je er diep naar om in je hart om nieuwe dingen uit te proberen. Dit is de bevestiging op dat wat ik je net vertelde. Nog één.
9 van actie. Je hebt hard gewerkt om de zaken in je leven te creëren die je koestert. Zoals geliefde relaties, geweldige prestaties, huis en haard. Je kunt gerust zijn dat al deze schatten en jijzelf voortdurend door je engelen worden beschermd. Daar staat tegenover dat moeder aarde, de dieren en het milieu jouw bescherming nodig hebben. Voor de toekomst. Helper van overvloed. Hoewel je veel te doen hebt, is het van groot belang dat je eerst orde op zaken stelt. Zodra je planning rond is, kun je de handen uit de mouwen steken en aan de slag gaan. Je beschermengelen zijn altijd bij je en staan klaar om je te helpen. Deze kaart duidt ook op een bijzonder liefdevol, hartelijk en loyale vriend. Iemand met een groot hart en een goed verstand en een eindeloos geduld. Deze persoon zou zomaar jij kunnen zijn. Wat hier bij mij binnenkomt is iemand, dit is een vriend of een vriendin van je, waar je al heel lang mee dealt. Waar je misschien ook zelfs echt vorige levens mee geleefd hebt. Dit is een persoon die je misschien nu in dit leven ook al heel erg lang kent. En die eigenlijk ook een soort van wel niet is. Maar dit wat dat wel niet voelt bij mij niet als zijnde negatief. Deze persoon komt weer in je leven op het moment dat jullie elkaar weer nodig hebben. En dan, hè, dan ga je weer verder groeien en dan komt die persoon weer terug op het moment dat een van de twee elkaar weer nodig heeft. Ik heb het idee dat dit meer een wisselwerking, echt een soulmate connectie is, zeg maar. Twee katrollen die echt om elkaar heen draaien. En dan niet zozeer met de uiting naar intimiteit of iets dergelijks, maar meer in een vriendschappelijke vorm. Taart. Deze persoon heb jij nodig. Die persoon heeft jou ook nodig. En wat een relatie betreft. Die vriend of vriendin of die naaste is niet de persoon waarmee jij een relatie zal hebben of krijgen. Ik heb ook het idee dat het misschien een man-man dingen is. Hè? Twee vrienden van elkaar. Of een vrouw-vrouw, een vriendin van je of iets. Kan ook man-vrouw, vrouw-man zijn natuurlijk. Kan ook, hè. Ik bedoel, onze ziel herkent de andere ziel. En dan maakt het niet uit of je nou een man, vrouw, geel, groen, paars, blauw of weet ik veel wat voor bent. Dat is een zielsherkenning tussen jullie, zeg maar. Voor de leeuw spirit uit dit deck. Wat mag ik vertellen aan de leeuw voor de maand april in de liefde? Wat gebeurt er met de leeuw? Wat mag ik doorgeven? Waar mag de leeuw op letten? Ik wil graag alleen rechtop voor de leeuw in de maand april. Leeuw in de maand april, wat mag ik vertellen? Zwaarde 8, oh ja hoor. Stop met het creëren van illusies over een persoon die je niet gaat krijgen. Je lokt jezelf continu in de val, laat je eigen helemaal gek maken. Nee. Weg met die persoon. Deze persoon deelt met meerdere mensen. Munten 3 komt eruit. Zwaarde 8, munten 3. Kelken 3. Deze persoon deelt met meerdere mensen. Je moet je blinddoek afdoen. Ja, heel veel. Oh ja. Oh, je bent zo blind voor deze persoon. Oh, je bent zo blind. Ja, maar. Nee. Niks, geen gemaar meer. Stoppen met het verzinnen van excuses. Hier, kijk eens. Als ik het kon. Je kon pakken op dit moment door het beeldscherm heen. Zou ik schudden. Moet je nou eens kijken.
deze persoon is blind. Deze persoon is helemaal, die zit helemaal compleet gevangen in eigen gedachtes. Deze persoon ziet niet dat deze persoon gewoon blinddoek en touw kan afdoen en gewoon door kan lopen en dat er niks aan de hand is. Maar je kiest er zelf voor om daar te blijven staan en te doen alsof er wat aan de hand is, terwijl dat er niks aan de hand is, zeg maar. Oftewel, je hebt geen verantwoording. Dan, meerdere personen, tot 2 keer toe. 3. 3 is te veel in een relatie. Kan niet. In een liefdesrelatie zijn het maar 2 mensen. Vervolgens komt weer die blinddoek eruit. Ik hoop dat het heel duidelijk is. Jij moet je blinddoek gaan afdoen. Want deze persoon levert jouw innerlijk conflict. Levert jouw stress. Levert jouw ruzie met andere mensen. Levert jouw... Ik, op dit moment... Ik ben boos. En dan niet zozeer boos op deze persoon. Nee. Ik heb het misschien een beetje verkeerd, maar boos op jou. Waarom? Waarom laat je je eigen zo behandelen? Ben jij dit waard? Maar laat je het toe? Ik heb er zelfs geen woorden voor. Ik kom bijna niet eens uit mijn woorden. Laat jij het toe om jouw waardevolle tijd, jouw energie, jouw gedachten, jouw lijf, jouw hele leven, je hele doen en laten te vernachelen door een andere persoon? Maar ook door jezelf. Waarom laat je die dingen toe? Ik kan daar zo boos over worden. Dat is echt... Nee, zo zonde. Zo zonde. Je moet echt van deze persoon af. Gewoon op. Schrijf die persoon op een briefje. Of pak van mij een foto of zo. Verfrommel die foto van flikkerstraat in de prullenbak. Oprotten ermee. Hop, blokkeren, klaar, dag. Gaat helemaal niks meer brengen. Doei. Je bracht me al die tijd niks, nu breng je me helemaal niks meer. De groeten. Geen hoofdpijn ook. Dag. Oké, voor de leeuw. Spirit voor de leeuw. Voor de leeuw, spirit voor de leeuw. Liefde. Tadaa, like I told you. Het wiel wil draaien. Je krijgt een kans. En hoe hard ga je aan dit wiel draaien? Ga je terug weer naar die persoon? Ga je weer terug naar de negativiteit? Of kies je dit keer voor jezelf? En ga je vooruit? Ga je naar het licht? Dit is je kans. Ligt een kans. Er ligt een kans voor vooruitgang. Er ligt een kans voor goede karma. Wauw, kijk eens. Hoppa. Oordeel. Bam. Na de dood volgt wederopstanding. Deze is echt... Poep, 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 poep. Oh, leeuw. Denk toch eens aan jezelf. En weet je wat ik niet begrijp? Leeuwen hebben zo verschrikkelijk veel trots. Die, hè, aan mij kun je niet... Leeuwen zijn, mij kan je niet breken. Nou, jullie zijn ook degene die vastbijten en niet meer loslaten. En dat is vaak ook je struikelblok. Nee hoor, ik hoef het allemaal niet te leren, want het ligt allemaal aan een ander. Dat is echt typisch leeuw. Nee, leeuw. Ook jij bent een welpje geweest. Dan ligt hier de keizer. Misschien heb je wel te maken met een ram. Maar vooral komt dit, krijg je misschien wel te maken met een ram. Want ik heb meer het idee dat deze persoon namelijk gaat binnenkomen op het moment dat je de oude persoon loslaat. Op het moment, ja, kijk eens, dit is iets wat je helemaal nog niet ziet. Waarom? Je bent nog zo gefocust op die 3 die voor je staan, dus je kan deze helemaal nog niet zien. Je kan je ook helemaal nog niet openstellen daarvoor. Want je bent nog hartstikke blind. Wake up. This is your wake-up call.
de leeuw speelt. Kijk eens even wie er binnen wil komen. De geliefde. Soulmate connectie. Ja, zeker iemand die je in een eerder leven hebt gekend. Want dit is een divine connection. Liefde. Veel liefde. Onvoorwaardelijk liefde. Dus hoe lang blijf je zitten? Hoe lang blijf je hangen nog bij de persoon die, waarvan je niet gaat krijgen wat je wil? Die nog met meerdere mensen bezig is. En je weet het al lang. Nou ja, alleen is maar zo alleen. Hè? Dus dan ja, liever negativiteit dan alleen zijn, toch? En zo hoort het niet, leeuw. Kom op. Koning van zwaarden. Aas van staven. Nieuw begin. Helderheid. Een nieuwe wilskracht. Nieuwe levensvreugde. Nieuw. Ja hoor, kijk eens. Hoppa. Misschien komt er zelfs een waterteken voor je binnen. Koningin voor Kelka. Misschien krijg je een aanbod van iemand. Ja. En die persoon, die jij gaat die persoon helpen groeien, maar die persoon kan jou ook helpen met groeien. Voelt een beetje als... Als ik kan jou dit leren, dan kan jij mij dit leren. Kijk, de kelk hier waar je nu nog blind voor bent, die wordt hier aangeboden. Dus het is er wel en het is onderweg. Kijk eens even. Wat een prachtig mooi gelijk paar met de koning van kelken. En de koningin van Kelka. Kijk eens. Koning en de koningin van Kelka. Oftewel, love is in the air, everywhere you look around. Oké, ik zal niet zingen. Ik kan echt niet zingen. Met een eerlijk geven en nemen. Het leren door de ogen kijken van een kind. Het leren dat je ook mag ontvangen. En het leren, het gelijkstellen. Het leren gelijkstellen en balans te vinden in het geven en nemen. Heel, heel erg mooi, Lil. Maar ja, hoe je het bent of keert... Het is aan jou. Jij moet die keuze gaan maken. Blijf je hangen of ga je verder? Blijf je hangen, ga je verder. Blijf je hangen, ga je verder. Wat ga je doen? Oh, er bestaat iets beters. Wees assertief. Leon. Dit is voor de leeuw uit dit deck. Wat mag ik doorgeven? Wat mag ik? Is er nog iets wat de leeuw moet weten? Of wat ik mag vertellen? Voor de leeuw in de liefde. Oh, ik krijg meer informatie. Ja. Ik denk dat jij meer informatie vanaf boven gaat krijgen. Waarom? Ergens rinkelen die belletjes al bij jou. En misschien duid je ergens wel op iets van informatie. Of vind je misschien een foto, zie je iets, weet ik veel. Krijg je misschien wel berichten van iemand binnen omtrent de persoon die jou tegenhoudt. En ga je erachter komen dat deze persoon met meerdere mensen dealt. Like I said, love is in the air, everywhere you look around. Okay. Ja.
wil nieuwe liefde komen. Er wil, kijk, er wil overvloed binnenkomen. Leeuw, pakken. Pakken. Ik word er zelf helemaal, dit ene moment dan loop ik. Wil ik je echt wat wakker schudden. En het andere moment zeg ik, ja! Dus ik hoop oprecht dat je wakker wordt. Ik hoop het echt. Ik hoop oprecht dat je wakker wordt, Leo. De mensen om jou heen. Die vrienden wat ik jou zei. Hier, sluit je naasten in armen. In je armen. Laat die mensen jou helpen. Laat die mensen je helpen. Vrienden, vriendinnen. Zeg gewoon, luister, die persoon, ik moet er vanaf, jullie moeten mij helpen. Help me alsjeblieft. Vraag jouw engelen om hulp. Als je erin gelooft. Als jij in jouzelf gelooft. Als jij gelooft dat jij deze liefde die hier ligt waard bent. Als jij jouzelf afsluit van dit, van dat oude. Als jij erin gelooft dat je dat kan. Pakken. Pakken, Leeuw. Dit is je moment. Deze maand komt jouw moment. En misschien is het onlangs wel gekomen. Of staat het jou nu deze maand te wachten? Goed, Leeuw. Dit was jouw lezing. Let me know als deze niet met je resoneert. Want ik ben beschikbaar voor persoonlijke lezingen. Haal eruit wat je eruit kan halen. Liefde de rest voor de rest. En laat even een reactie erover achter. Dat zou ik ook altijd heel erg leuk vinden. Check even de Facebookpagina. Ook voor de dagkaartjes en de andere informatie natuurlijk. Ook de video's die er allemaal al op staan. En hopelijk mag ik je dan bij de volgende video ook weer verwelkomen. Groetjes, doei!